Ja, dames en heren, vandaag is bij KZ Hiltex het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi begonnen. En het is een hartstikke groot feest op ons veld. Scholen vanuit de hele regio zijn afgereisd om op korfbalgebied een enorme prestatie te leveren. Dat wil nog niet altijd lukken. Wedstrijden met 0-0, nou, dat is natuurlijk helemaal niks voor een korfbalwedstrijd. Maar ook maar liefst 14 doelpunten hebben we gezien. Bij de Piramide volgens mij, die scoorde 14 goals en lieten er 0 door. Dat is natuurlijk een bijzondere prestatie. Achter mij staan wat meiden van het eiland volgens mij. Doen ook al 100 jaar mee aan het schoolkorfbaltoernooi. We zijn de tel kwijtgeraakt. Weten niet hoeveelste editie dit nou weer is. Hartstikke groot spektakel altijd bij KZ. In het zonnetje. We hebben altijd mazzel met het weer. Ook dit jaar weer heerlijk weertje om in te korfballen. En we gaan zien op het veld wat er allemaal gaande is vandaag. We hebben al een paar bijzondere dingen zien gebeuren. Mensen die op de bal duiken, voetballetjes die hartstikke sportief en actief meedoen aan het korfballen. Allemaal heel leuk om te zien. En we gaan het zien. Nou, voor de camera hebben we Marcel Jonker, voorzitter van de schoolkorfbalcommissie. Zoals bij KZ voor vele activiteiten een commissie hebben, ook voor het schoolkorfbal. Jullie komen één keer per jaar in actie. Ja, wij organiseren dit gebeuren één keer per jaar. En dan beginnen we zo februari met de voorbereidingen voor het uitnodigen van de scholen. En dat levert dit mooie plaatje op, maar al de achtergrond op. Ja, zijn jullie lekker gestart de eerste dag? We hebben een hele voorbereiding daarvan. Schools moeten zich inschrijven en dan maken we de pools. En dan, dan proberen we, zeker scheidsrechters voor Daan is een heel groot probleem. Maar er zijn altijd wat kleine dingetjes, maar we zijn lekker van start gegaan. En iedereen lacht, de zon schijnt, dus wat dat betreft tot op heden gaat het goed. Wat is nou het leuke aan de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi? Als je de kinderen zo om je heen ziet, die genieten van het spel. We hebben dit jaar ook voor het eerst de clinics gedaan erbij. Dat er toch heel veel animo is voor het korfballen. Als je er maar een beetje aandacht aan besteedt. En dat is het hele mooie ervan. En behalve dat het natuurlijk leuk is voor de kinderen, levert het een voordeel op voor KZ? Voordeel voor KZ is gewoon natuurlijk, we hebben wat inkomsten uit de kantine. En we hopen gewoon dat doordat het leuk is, en zeker straks bij groep 3 en 4, dat er van jongs af aan kinderen korfbal leuk gaan vinden. En dat ze lid worden van onze vereniging. En dat is natuurlijk een doel van jeugd krijgen voor het spelen van korfbalwedstrijden. Zodoende dat wij bestaansrecht houden. Het lijkt me nogal een groot gebeuren voor de organisatie. Is het heftige taak als voorzitter? Nou, het heftige is, het is meer dat je de scholen moet motiveren kinderen te krijgen. We hebben dit ongeveer 760 tot 800 kinderen lopen er over de hele week met zaterdag erbij over het veld. Ja, en dan moet je dat toch in goede banen leiden. Dus ja, het is even heftig. En vooral de voorbereiding, ja, daar zit de meeste tijd in. En het zoeken van scheidsrechters, dat is nog wel het moeilijkste. Maar het lukt elk jaar nog. En zien jullie nou ook dat er per jaar verschil is in het aantal kinderen dat deelneemt? Is het een groeiend feest eigenlijk? Het is niet groeiend, omdat komt ook gewoon waar de wijk waar we in zitten wordt stabiel. Groep 7, 8, dat is gewoon dat is stabiel. Groep 3, 4 blijft hetzelfde als vorig jaar, die twee groepen. Alleen groep 5, 6 is dit jaar 10 teams minder, dus 40 kinderen minder. Dus ja het blijft stabiel, maar langzaam iets terug. Maar het komt gewoon waar de omgeving waarin we zitten. Maar staat er een tevreden voorzitter voor ons? Tot op heden wel. En zaterdag zien we hoe het helemaal gelopen is. En zeer zeker tevreden. Zeker met dit weer erbij. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan. Nou, de eerste dag van het schoolkorfbal zit erop en ik ben omgeven door stoere jongens van basisschool De Werf. Jongens, uit welk team komen jullie? De Werf B2. En hebben jullie het een beetje goed gedaan vandaag? Ja. Dat wil zeggen, jullie hebben vaak gewonnen? Alles. Zo, doe maar. Alles gewonnen. Ja. En ook grote uitslagen? 8-0 en 5-0. En 2-0. Keurig, keurig. En ik heb net natuurlijk al even, ik zocht een bepaald soort jongens, hebben jullie net gehoord. Jullie zitten op voetbal, klopt dat? Ja. Ja. Allemaal, oké, op voetbal. En bij welke voetbalclub? Zandijk. Allemaal? Ja. En ook bij elkaar in het team? Behalve bij Patrick. Patrick is de grote. Hij zit bij elkaar in het team. En hij zit in een hoger team. Oké, dus jullie hebben het teamgevoel, dat zit er bij jullie lekker in? Ja.
Eigenlijk, jullie kunnen goed samen spelen. Ja. Oké, okay, en daardoor hebben jullie denk je ook veel gewonnen vandaag? Ik weet het eigenlijk niet. Gewoon, ik weet niet. En vinden jullie het moeilijk, het korfballen? Ik heb 3 jaar op korfbal gezeten, dus nee, het valt wel mee. Ja, dan vraag ik het natuurlijk ook weer aan de verkeerde. Was het moeilijk, het korfballen? Ja, het ligt eraan wat je moeilijk vindt. Ja. Is het lastig? Kijk, bij voetbal heb je natuurlijk een enorm doel waar je in kan scoren. Is het moeilijk om in de korf te gooien? Ja, pittig ja. Vrij pittig. Ja. Hebben jullie op school een beetje geoefend? Bij gym, een beetje. Ja? En met de trainingen. Jullie hebben meegedaan naar de clinics, of niet? Nee. Oh, dat niet. Wat voor trainingen heb jij dan over? Mijn vader. Je vader? Voor jullie allemaal? Ja. Voor de werf B1 en B2. Aha, dus jullie hebben gewoon geoefend met z'n allen. En zaten er misschien bij jullie in het team ook mensen die wel op korfbal wel zitten? Ja, 2. Nou, eentje zat niet echt bij ons in het team. Ze zit echt in groep 7, maar... Jullie hebben eigenlijk vals gespeeld? Nee, eigenlijk niet. We hebben er gehuurd. Gehuurd? Nu wordt het wel een bijzonder verhaal. Meisjes die worden gehuurd uit een ander team die op korfbal zit. Dat is op zich wel natuurlijk de goede oplossing. En jullie gaan waarschijnlijk door naar de volgende ronde. Hoe schat je jullie kansen in op dit toernooi? Groot. Jullie worden gewoon Nederlands kampioen? Ja. Oké, okay, ja, want ik hoorde net al dat jullie de eer van de Werf gaan hoog houden. Want de Werf is al een paar keer Nederlands kampioen geworden, hoorde ik net. Ja, dat blijkt, heb ik uit bronnen. Dus jullie gaan er ook voor dit jaar? Denk het wel, ja, natuurlijk. En als jullie nou een school moeten uitkiezen waar tegen jullie in de finale kunnen spelen, welke school zou dat dan worden? De Zoeker, denk ik. Ja. De Zoeker is jullie grootste concurrent? Ja. Of je denkt, nou, die kunnen we wel hebben? De Zoeker ook. Ook de Zoeker. Oké, Zoeker, kom maar op. De jongens van de Werf zijn er klaar voor. Wensen natuurlijk heel veel succes morgen en in de volgende ronde. Succes, jongens. Ja, dank je. We hoorden net van de voorzitter van de commissie van het schoolkorfbal dat het vinden van scheidsrechters vrij lastig is. Maar we hebben er één gevonden. Luna Boerhout, hoe vond je het om te scheidsrechteren? Ja, het was mijn eerste keer op zo'n toernooi om te fluiten. En ik vond het erg leuk om te doen. Ik vond het heel leuk om te zien hoe al die kleintjes die niet zo goed kunnen korfballen dat deden. En je doet je fluit normaal niet. Is het, was het lastig daarom? Nee, het valt heel erg mee. Je hoeft niet heel veel te doen. Maar ja, eigenlijk alleen verdedigd en lopen omdat ze niet heel goed de regels natuurlijk weten. Ja, en was het chaotisch of snapten ze bepaalde regels wel goed? Nou ja, ze weten dat ze niet mogen lopen en dat het verdedigd niet mogen schieten, maar verder was het ontzettend chaotisch. En heel veel meiden, bijna geen jongens, dus het was een ontzettende chaos. Maar je kon het wel aardig nog in toom houden alles? Ja, dat ging best goed. We hadden hesjes, dus het was helemaal duidelijk. En wat is nou het grappigste dat je vandaag hebt meegemaakt? Of misschien wel gewoon het leukste? Ja, het leukste vond ik wel dat bij de vakwissel dat ze daarna allemaal in de verkeerde korf gingen scoren. Vond ik wel mooi om te zien. Dus je hebt een aantal eigen doelpunten gezien? Ja, ik heb 2 eigen doelpunten gezien. En ook, waren daar ook tranen bij? Nee, dat gelukkig niet. Nee. Het gebeurt natuurlijk wel, maar deze keer niet. Wat is nou hetgene waar jij zelf altijd aan ergert bij scheidsrechters? Als ze dingen niet zien als je op de lijn staat of als ze lopen en ze zien het niet. Allemaal van die kleine dingetjes waar je heel erg aan kan irriteren. Maar ja, daar hoef ik nu gelukkig zelf niet zo op te letten. Nee, want het gaat hier natuurlijk niet echt om details. Het gaat vooral om dat ze het leuk vinden en zo. Ja, precies. En alleen het lopen en verdedigen. En verder als ze het maar leuk hebben. Denk je dat het een geslaagde eerste schoolkorfbaldag was? Ja, ik denk het wel. Het weer zit mee en was gezellig volgens mij. Heb je een beetje bruine benen gekregen, denk je? Nou, ik hoop het. En anders morgen nog een dag. En nu zelf lekker trainen nog? Ja, nu zelf even lekker trainen. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dames en heren, ik heb weer wat slachtoffers gevonden. Ik heb hier de 3 stoere jongens van het Basisschool Eiland en meiden van de... Zoeker. En jullie hebben al een medaille om. Dat is niet zo'n goed teken, denk ik. Nee, niet echt. Jullie zijn al uitgeschakeld. Ja. Dat betekent dat jullie dus alles hebben verloren? Ja. Echt alles. Maar hoe is dat mogelijk? Jullie hebben toch geoefend op school? Jawel, maar we waren niet zo goed in verdedigen. Ja, dat is natuurlijk wel een essentieel onderdeel bij het korfballen. En ik heb deze jongens natuurlijk niet zomaar uitgekozen.
De laatste wedstrijd heb ik hun gefloten en het verdedigen, nou, daar zat het wel goed mee. Jullie hebben gewonnen. Ja. Hoeveel? 2-1. Door een eigen doelpunt, de laatste goal. Ja, door een eigen doelpunt. Dat was een beetje jammer. Maar jullie hadden het verdiend, overwinning moet ik zeggen. En jullie gaan door naar de volgende ronde. Ja, klopt. Denk je dat jullie een goede kans maken om kampioen te worden? Ja, denk het wel. Oké, en welke groep zitten jullie? 6A. Groep 6A. Bij meester of juf? Juf Anne Ro. Anne Ro en Richje. Beroemd. Juf Anne Ro en Richje. Juf Anne Ro en Richje bij deze. Je hebt tobbers in de klas. En ja, ik heb natuurlijk ook ik heb ook op het eiland gezeten. En ik, meester Onne, jullie gymleraar? Ja. Dat is een korfballer, hè? Dus jullie hebben het goed geoefend. Maar hoe zit het eigenlijk met jullie meiden? Hebben jullie bij de gymles een beetje geoefend? Ja, maar dat was een beetje gekloot. Jullie, het was vooral lang leven de lol. Ja. Maar hoe kan, het is toch een vrij serieus sport waar je heel goed moet opletten? Ja, maar we hebben nogal kinderachtige jongens in de klas. Want jullie zitten in welke groep? 8A. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Op deze leeftijd dan worden de meiden worden allemaal wat ouder en groter en de jongens die blijven eigenlijk klein. Ja. Dus jullie wilden wel heel erg serieus doen, maar het lag eigenlijk gewoon aan de jongens uit jullie klas. Eigenlijk wel. Jongens, grote jongens. Ja. Wat doen jullie zelf eigenlijk een sport? Of is dit de enige sportieve activiteit die jullie doen in het jaar? Nee, ik zit ook nog op dansen. Ik zit op zwemmen en tennis en, zo, en in de winter skiën en schaatsen. Oké, dus we hebben niet te maken met meiden die niet graag sporten. Want anders hadden jullie natuurlijk ook nooit meegedaan met het korfballen. Vinden jullie het korfballen wel een leuk sport? Ja. Ja, alleen zou zelf nooit opgaan. Je zou er nooit opgaan, waarom niet? Ik vind tennis leuker. Oké, je vindt tennis leuk. En jij? Ik zou er misschien wel op willen. Is wel leuk, hartstikke gezellig hoor. Vooral bij KZ, leuke combinatie jongens en meisjes. Hé, hoe denken jullie daarover jongens? Doen jullie een sport? Ja. Welke sport? Voetbal. Nee, maar ik ga op voetbal. Ik speel hier zo bij KFC. Bij KFC, nou dat is bij de buren, dan kan je makkelijk hier ook komen korfballen. Kan je het heen en weer lopen. Ja. Nee, denk je even serieus, zouden jullie ooit op korfbal gaan? Zouden jullie dat leuk vinden? Ja, weet ik niet. Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. Denk ik niet. Maar het is toch best wel gezellig ook met meisjes in jullie team? Ja hoor. Ja. Ja. Dus jullie zijn daar, kijk, zij vinden jongens irritant in hun team en jullie zeggen, nou de meisjes, dat, die kunnen we er best wel bij hebben in het team. Ja, maar in onze klas vinden meisjes ons ook irritant. De les van dit item, jongens zijn irritant en dat maakt het koor wel stom, maar deze jongens die hebben het vandaag heel goed gedaan. Oké, dank jullie wel jongens. Ja, dat was het dan. De eerste dag van het schoolkorfbal zit erop. Prachtige dag met een heerlijk zonnetje en dat heeft natuurlijk ook geholpen bij het maken van de doelpunten. Want hoe harder het waait en regent, hoe lastiger het korfballen wordt. En nou ja, de rest van de week wordt het waarschijnlijk ook wat mooier weer en morgen vooral. Maar woensdag hebben we kans op een beetje bewolking en wat regen. Maar ja, de finale dag, dat is de belangrijkste, donderdag. En daar kijken we heel veel naar uit. Hopelijk ook met het zonnetje. En we zien jullie dan.